Goedemorgen. Hey, doe jij het eigenlijk wel veilig met Valentijnsdag? Ja. Ja? Ja. Ik doe het wel veilig, ja. Ja, doe het veilig. Ja. Vind je het leuk om eentje een condoom mee te nemen? Ik zou zeggen, pak een condoom. Met een wat carnavalesk pak om en een goed zin beziek je de studenten het condoom weer om de man en vrouw te brengen. Jongeren weten vaak wel hoe het jet, maar nevens de GGD had het condoom wat een imagoprobleem. Ja, men is makkelijk, denk ik. Het wordt gewoon niet gebruikt. Het condoom is gewoon niet hot, denk ik. Dus we proberen het condoom op een leuke manier onder de aandacht te brengen, zodat we ze activeren om hem toch te gaan gebruiken en geen SOA's op te lopen. Dat promotie van veilig vrije bad net mij een opstutse vingerke, maar mij vergezen condooms en lieve Valentinskaartjes. Het is niet alsof wij hun de les lezen, zeg maar. Het is meer, we maken er een grapje van met z'n allen. En zij vinden het vaak ook gewoon leuk. Dus het is totaal niet op die manier. Dus je probeert het wel luchtig te houden? Ja, zeker. Ja. Gewoon door vragen te stellen, gewoon zelf een verhaal te doen. En dan heb je als cadeautje een condoom. Voor het geval dat. Oké. Ik zou zeggen, pak er eentje. Jij ook eentje? Ja, het is wel goed dat ze daar aandacht aan besteden natuurlijk. Maar ik vind ook dat het voor de studenten hun eigen verantwoordelijkheid is. We zitten hier op een hbo-instelling, hoger beroepsonderwijs. Dan weet iedereen dat toch wel of niet? In mijn beleving wel. Ja, dus daar ga je wel vanuit. Maar ja, er zijn waarschijnlijk ook wel mensen bij waarbij het niet zo is. Dus ja. Dus het zet nog wel wat zoden aan de dijk, denk je? Ja, ik denk het wel. Waarom niet? Ja.